Hey en leuk dat je kijkt naar weer een nieuwe video op mijn YouTube kanaal. Ik heb as usual de afgelopen tijd een zweethoofd doordat het best wel warm is. En mijn airco staat dus ook aan en dat werkt alsnog niet helemaal. Maar vandaag heb ik een shopperflop voor je en ik heb er best wel veel zin in. Want dit is een webshop en winkel volgens mij, weet ik niet zeker. Die ik zelf helemaal niet ken, maar door jullie meerdere keren aangevraagd heb gekregen voor shopperflop. Het is Lolalisa, je kon het al zien in de titel natuurlijk. Maar ik ken dit merk dus helemaal niet. Toen ging ik kijken op de website en ze hebben super veel leuke kleurrijke items. Ze hebben ook items tussen zitten die niks voor mij zijn, maar echt er zitten hele toffe items tussen. En waar ik super excited over was, is dat ze best wel veel items aanbieden in de maat 46 of 48 zelfs. Waar veel shops toch wel ophouden bij een 42, misschien 44. Dus dat was heel erg positief. Het verschilt wel per item hoeveel maten er verkrijgbaar zijn helaas. Maar goed, ik ga vandaag dus kijken. Bij Shop or Flop test ik alle items op de prijs-kwaliteit verhouding. Dus is het de prijs waard? Is het kwalitatief? Dat. En op size inclusivity. Dus we gaan ook kijken, vallen die grotere maten ook daadwerkelijk als die grotere maten? Of hebben ze gewoon grotere maten omdat het klein valt? Dat kan natuurlijk ook. Ik heb hier in ieder geval een flinke zak liggen. Ik heb weer 4 outfits in totaal. Ik ga alles voor je testen. Dus mocht je er zin in hebben, zou ik zeggen, doe vast een duimpje omhoog. En dan gaan we heel gauw beginnen. Oké, als ik zeg dat ze kleurrijke items hadden, dan bedoel ik ook echt dat ze kleurrijke items hadden. Ik heb net alles uit de zak gehaald. Want ik heb 4 echt heel erg kleurrijke outfits. Dus dan weet je het. We beginnen met een van de meest kleurrijke misschien wel. Ze zijn allemaal heel kleurrijk. Waarbij als eerste deze top. Dit is dus een knal oranje top. Ik heb gekozen voor een maatje extra large. En deze kost €25,99. Er staat dat die van een extra small tot een extra extra large verkrijgbaar is. Dus dat is top. En hij heet de Orange Spicy. Nou jongens, spicy is het zeker als je houdt van kleur. Het is wel een heel simpel shirt met zeg maar een V-hals en een kort mouwtje. Basic, gewoon wijd uitlopend, wijdvallend shirt. Maar wel van een bijzonder stofje. Dit is namelijk het stofje. Ik ben heel erg benieuwd welk stofje het is. Of het polyester is. Of waarvan het gemaakt is. Ja, het is 99% polyester en 1% elastaan. Dat vind ik persoonlijk wel jammer. Zeker voor €26. Want daarvoor wil ik eigenlijk liever geen polyester. Maar de kleur is echt amazing. Maar de broek. De kleur van de broek was hetgene waar ik echt helemaal verliefd op werd online. Dit was echt het eerste item volgens mij wat ik in mijn mandje had zitten. Of nee, dat was een jurk die ik zo meteen laat zien. Maar deze echt, ik hoopte zo dat deze er nog zou zijn. Want dit is dus echt een van mijn favoriete kleuren van de afgelopen tijd. Ik vind dit echt zo ontzettend gaaf. Hij is dus een beetje limegroen. En het is dus een pantalonachtige broek. Je ziet het ook. Hij heeft ook echt zo'n band zitten die je eventueel eruit kan halen en er een andere riem omheen kan doen. Maar je kan hem dus strikken in je taille. Hij is lekker met elastiek aan de achterkant, dus het rekt lekker. Ik heb gekozen voor een maat 46. Deze is verkrijgbaar vanaf een 34 tot en met een 48. Hij heet lime qua kleur. En hij kost €49,99. Gaat dus gewoon met een knoopje open en dicht en daaronder een rits. En verder loopt hij dus wijd uit. Echt gewoon een pantalonbroek. Precies zoals je dat gewend bent. Zit aan de achterkant nep zakjes. En aan de voorkant zitten echte zakken. Kijk, dat is positief. Maar echt deze kleur, jongens. Ik vond hem zo gaaf. En ik denk dus dat dit zo super gaaf is. Ik had bij deze top, dus ik heb 2 tops. En ze konden eigenlijk op de beide opties die ik dus zo meteen aan je ga laten zien. En ik dacht, we doen het zo. Ja. Lijkt me gewoon echt onwijs tof. Qua prijzen. Het is dus wel wat aan de prijzigere kant, maar niet extreem. Ik denk dat het een beetje vergelijkbaar is met MS-mode. En MS-mode items vind ik vaak ook heel erg fijn. Ik zal wel nog even kijken welk materiaal deze broek is. Deze is 91% polyester en 9% elastaan. Wel weer polyester dus helaas. Oké. Outfit nummer 1. Ik denk niet dat ik zo snel een losvallend shirt in deze broek zou stoppen. Maar los van elkaar vind ik de items geweldig. Ik vind de kleurcombi geweldig.
Ik vind het alleen heel jammer dat het stofje van het shirt polyester is. Want ik voel me nu alweer helemaal kapot zweten erin. Terwijl als het gewoon lekker katoen was geweest, had dat niet zo geweest. En als het dan ook nog 26 euro kost, dan denk ik, dat vind ik het niet waard. Dus nee, deze helaas niet. Qua fit en zo verder prima. De broek daarentegen, I'm in freaking love. De lengte is echt prachtig voor mij. Het stofje is leuk. Het enige wat ik erop aan te merken heb, is dat je een beetje de lijntjes van mijn onderbroek ziet zitten. Ik weet niet of dat op camera overkomt. Ja, wel een beetje. Dus je kan er het best een naadloze onderbroek onderaan. Maar hè, als dat alles is, I'm in freaking love. Ik vind de broek echt geweldig. Je kunt de zak nog wat verder openstikken, voel ik hier. Maar echt, ik vind de broek echt heel leuk. Wacht, als ik het topje nou even eruit haal en opknoop, dan kunnen we de broek misschien iets beter zien. Dan hebben we namelijk dit. En ik zou hem zelf misschien zo snel een crop topje dragen. Maar wel met bijvoorbeeld een mooi nauwsluitend shirt of een body of zo erin. Puur omdat de broek zelf ook al uitlopend is. Maar zo kun je zo goed zien hoe die verder aansluit. Ik zou er misschien ook een andere riem omheen doen. En qua hoogte, mijn navel zit echt letterlijk hier onder het knoopje. Dus ja, de broek, I'm in freaking love. De top vind ik goed, behalve de stof helaas. Dan ga ik verder met een jurk. En I freaking love it qua kleuren. Dit is ook waarom ik die oranje top net had gedaan. Want ik heb nog een roze broek zo meteen. En ik dacht, anders hebben we alleen maar roze met oranje. Dus laten we het een beetje veranderen. Maar goed, hè, spoiler voor zo meteen. Dit was dus het eerste item wat in mijn mandje zat. Ik vind dit echt geweldig. Dit is dus een sweaterdress. Met gewoon een lange mouw. En het is echt een midi à lang model. Volgens mij zat hij er een beetje tussenin. Het is niet echt maxi, maar hij is volgens mij tot halverwege de kuit. Tenminste, volgens mij was dat wat ik bij het model zag. Ik ben 1,75, dus we gaan zien hoe die bij mij zit. Ik heb in ieder geval gekozen voor een extra large. Het heet de beige sand / row. Ik denk dat ze roze en oranje er nog bij hebben, maar dat past allemaal niet op het kaartje. Ik heb dus een extra large en deze gaat van een small naar een extra large. Dus in verhouding heeft deze aanzienlijk minder maten. Maar we gaan zien hoe deze valt. En deze kost €59,99. Dus zo'n €60 voor een volledig outfit. Ja, ik vind dit gewoon echt zo geweldig gaaf. Dit is gewoon Irina. Dit is gewoon zo'n ding dat je lekker een chille outfit aan wil. Bijvoorbeeld, stel je bent ongesteld en je wil gewoon een chill iets aan, dan is zo'n sweaterdress echt ideaal. Want het staat freaking leuk met deze kleuren. Maar het is wel lekker comfortabel. Er drukt niks op je buik of zo. Echt, ik vind deze gaaf. Ja, ik vind hem echt geweldig. Dus laten we gauw kijken hoe die staat. Maar ik zal eerst nog even kijken. Want volgens mij is dit gewoon echt een lekker stofje. Dit is gemaakt 57% acrylic polyacryl. En 29% polyamide en 7% viscose en 7% wol. Dus mocht je niet tegen wol kunnen, dan is dit niks voor jou. Ik ga hem proberen zonder iets van hemdjes of leggings of panties of whatever eronder. Want het is al warm genoeg. Dus ik kan je zo meteen ook gelijk vertellen of die kriebelt. Oh my god, jongens. Ik ben echt helemaal verliefd op deze jurk. Meestal hou ik niet van vormloze dingen, maar ik vind deze echt geweldig. Gewoon lekkere chill jurk. Dus als je wel wat vorm wil geven, doe je er gewoon een riempje omheen of zo. Maar echt, ik vind hem zo leuk. Het valt me ook qua kriebelgehalte enorm, enorm, enorm erg mee. Ondanks dat er wol in zit. Dus dan weet je dat ook. Ik ben er best wel gevoelig voor. En ik heb er niet zoveel last van. Ik vind hem echt heerlijk. Het is zeg maar niet een hele, hele dikke sweater dress, dus ik denk dat hij voornamelijk voor de herfstmaanden heel erg lekker is. Of in de winter met echt een warm iets eronder. Weet je wel, iets van thermo of iets dergelijks. En die mouwtjes ook zo'n beetje poofy. Ik vind hem echt geweldig. Ik heb eigenlijk helemaal geen geld, maar ik wil deze echt houden, want it's so freaking comfy. En tegelijkertijd ziet hij er super leuk uit en oh, duidelijk dat dit een shop is. Zoals al gezegd, had ik ook nog een roze jeans. En die zal ik eventjes als eerste laten zien. Ik wilde namelijk een, ja, ander soort broek. Een niet jeans broek proberen en een jeans. Want een jeans zijn toch meestal dingen die ik spannend vind. Bijvoorbeeld bij mijn vorige shopperflop had ik Pull & Bear gedaan. En toen wist ik gewoon dat ik de jeans niet kon proberen. Terwijl ik de gewone broeken wel kon proberen. Dus ik was gewoon heel erg benieuwd hoe de jeans hier zouden zijn. Omdat ze dus wel grotere maten hadden.
Ik heb gekozen voor een maat 46. Deze gaat ook van de maat 34 tot de 46. Dat is de grootste maat die ze hebben. Hij heet Pink Bubblegum qua kleur. En hij kost €49,99. Dus eigenlijk best wel een normale prijs voor een jeans. Dit is dus de kleur. Hij heeft echt een heleboel knoopjes aan de voorkant. Zijn ze nou zilver of zijn ze nou goud? Volgens mij zijn ze goud. Pluspunten. Ja. En dit is dus verder de jean. Hij heeft zakken aan de voorkant en aan de achterkant, net als de pantalonnen straks, van die nepzakjes. En loopt vervolgens een beetje, volgens mij, een beetje bootcut-achtig qua model. Even kijken hoor. Hij heeft een beetje boeiend in de verzendzak gezeten, waardoor het lastig is om die pijp te laten zien. Maar dit is dus de pijp. Het is zeg maar, ja, een beetje straight, een beetje bootcut-achtig. Zoiets. Ik vond in ieder geval de kleur heel erg gaaf. Ja, deze. En ik wilde gewoon heel erg graag een jeans proberen. En toen zag ik een felle kleur. En toen dacht ik, dan word jij het. Want hè, jullie kennen mij en jullie zien het aan deze video. Ik hou van kleur. En daarop heb ik dus een witte blouse. Dus het enige item met niet zoveel kleur in deze video. En deze had ook heel goed gekund met die oranje top. En dan had ik deze op de pantalon kunnen stylen. Maar omdat die jurk ook al rood oranje was, of roze oranje was, dacht ik, we doen het zo. Maar deze blouse is echt prachtig qua detail. Moet je even kijken hoeveel detail hierin zit. Ik vond dit echt heel erg gaaf. Ik vind het ook heel leuk dat de knoopjes niet zilver of goud zijn. Dus je zou hier ieder soort accessoire bij kunnen doen wat je wil. Ik heb gekozen voor een maatje 44. In een off-white kleur. En deze is verkrijgbaar in de maat 34 tot en met 48. Dus weer best wel ruim. En kostte €45,99. Wat echt wel een goede prijs is voor een blouse. Ik bedoel, een grote prijs. Een heftige prijs. Maar hij heeft natuurlijk wel al dat opengewerkte erin zitten. Waar je meestal ook wel voor betaalt. Dus wat dat betreft snap ik het. Qua materiaal. Ben ik helemaal mee vergeten te kijken naar in de jeans. Ik zal zo even kijken. Qua materiaal is dit 100% katoen. Of zoals erin staat, cotonne. Ja, oké. Okay. Deze. Ja, ik vond hem echt heel erg gaaf. Hij heeft dus een beetje, heel klein beetje wijdere mouw. Geen ballonmouw of zo. En echt een kraagje. Ja, ik ben gewoon heel benieuwd hiernaar. En nog even de stof van de jeans. 98% katoen en 2% elastaan. Oké, okay, naar mijn persoonlijke smaak is dit tot nu toe de minste outfit. Doet niet af aan de items, want de items zelf zijn echt weer prachtig. Wacht, moet ik even zorgen dat die terecht doorloopt. Ziet er iets netter uit. Maar het zijn gewoon net niet helemaal mijn items. Puur doordat de broek, ik vind dit zo met die knoopjes, ik weet niet. Ik vind het een beetje circusdirecteur vibes geven of zo, voor mij persoonlijk. En ik vind hem hier bij mijn heupen niet heel erg mooi zitten, doordat die zakken een beetje wijd staan. Verder qua maat is die wel weer goed. Het is inderdaad een beetje tussen bootcut en flare in. Verder kwaliteit, maat, alles goed. De blouse. Er moet eigenlijk echt iets anders onder, zodat het niet zo doorschijnt. Maar het is vandaag veel te warm om er nog iets onder te doen. Maar verder echt een prima blouse. Je kan de mouwtjes ook dichtmaken. Heb ik nu niet gedaan, want waarom? Maar ik vind de blouse op zichzelf wel echt heel erg leuk. Wacht, kan ik die er misschien even uithalen voor jullie? Dan ziet die er zo uit. Het is dus gewoon een normale lengte blouse. Ik vind hem wel heel erg mooi. Hij heeft hier onderin dus geen knoopje meer. Zodat ik hem zelf sneller of zou opknopen of in een broek zou doen. Want anders zou ik hier nog een knoopje willen hebben en dat zit er niet. Maar ik vind het wel echt een mooie blouse. Ik heb er nu dus gewoon zo'n braletje van Primark onder. En ja, dat schijnt gewoon door. Je moet hier gewoon iets van een hemdje onder of zo. Misschien wel gewoon een knalroze hemdje. Net als de broek. Dat het gewoon doorloopt of iets dergelijks. Verder echt een heel leuk blouseje. Kwalitatief goed, et cetera. Maar ja, deze outfit is niet mijn ding. Maar verder heb ik er niks op aan te merken eigenlijk. En dan voor het laatste item. Freaking amazing kobaltblauw. Dit is weer een jurkje. Ik heb ook gekeken naar rokken, maar er was er niet echt eentje die me heel erg aansprak. En toen dacht ik, dan kijk ik liever naar een korter jurkje om te kijken hoe lang ze zijn. En of je als curvy girl, als langere vrouw, hem ook kan dragen. Ik ben dus 1,75, dus dan heb je dat als referentie voor jezelf. Ik heb gekozen voor een maatje 44. Deze kleur heet Electric Blue.
Ik heb dus een 44, maar hij is verkrijgbaar in een 34 tot en met 48. En hij kost 49,99 voor dus weer een hele outfit. Maar dit is hem dus. Het is echt een prachtige knal kobaltblauwe jurk. Met een detail hier in het midden met zo'n ring. Ik vind dat echt heel erg mooi. Die ring is goud. Oh my god. Love Lola Lisa, alle details zijn goud. Het zijn dus twee van die ringen waar je het dus doorheen kan halen met zo'n centuur. Verder heeft hij hier bij de mouw een beetje zo'n poofy effect, maar niet extreem. En hij heeft een beetje een driekwart mouwtje. Ik denk dat dit dus echt zo'n jurk is die je voor heel veel gelegenheden kan gebruiken. Gewoon lekker casual met een stoere boots eronder. Of juist wat netter als je er een paar hakken onderaan doet. En het een beetje afstelt met mooie accessoires, een schattig handtasje, dat soort dingen. Ik denk dat het dan echt wel een wat chicere jurk ook kan zijn. Echt, ik vind hem heel erg leuk. Hij heeft dus vervolgens gewoon een overslag effect. Wat je dus met die centuur zelf kan aantrekken. I'm excited. Ik heb helemaal geen geld om dit allemaal te houden. Maar echt, ik word heel excited van al deze kleurtjes. Dus laten we gaan kijken hoe die staat. Oké, laatste outfit. Ik vind hem echt amazing. Maar hij zit net niet helemaal goed. Je ziet hem hier een beetje ook kreukelen. Dus ik denk dat ik één maatje groter mooier zou vinden. Nou zijn er nog twee grotere maten, dus dat scheelt. En ik zei dat je hem hiermee kan aantrekken. Nou, het is in principe geen omslagjurkje. Je stapt er gewoon in. En dit stukje kan je wel een beetje aanpassen. Maar je trekt letterlijk alleen dit stukje een beetje naar elkaar toe. Dus het is niet alsof je het daarmee heel erg aanpast. Qua lengte vind ik hem op zich oké. Okay. Hij is aan de korte kant. Maar gezien het een jurkje is wat ik waarschijnlijk voornamelijk met panty zou dragen, vind ik hem wel lang genoeg. Ja, ik ben er niet excited over. De eerste twee outfits waren absoluut mijn favoriet. En vooral de jurk en die limegroene broek zijn de items waarvan ik denk, oh my god, ik wil ze hebben. Nu nog kijken of ik het geld er daadwerkelijk voor heb. Maar ja, ik denk dat het niet als een verrassing komt dat ik Lola Lisa sowieso wel een shop waard vind. Ik vind de items kwalitatief, ik vind het mooie items, ik vind ze size inclusive. Ik vind het alleen wel jammer dat ze best wel regelmatig dus polyester gebruiken. Dus let daar even op als je items uitzoekt. Mocht jij net als ik best wel snel zweten, dan is dat misschien een dingetje waar je op wil letten. Maar verder, absoluut een shop. Ik vind ze echt heel erg leuk. Let me know what you think. En dat was dan alweer alles wat ik je vandaag wilde laten zien van Lola Lisa. Ik ben heel erg benieuwd naar jouw mening. De mijne heb je net kunnen zien in de aanshots. Die moet ik nu nog allemaal filmen, dus ik weet het nog niet. Maar laat mij vooral weten wat jouw mening is. Ik ben ook heel benieuwd, kende je dit merk al of niet? Het komt dus blijkbaar uit België. Maar ik vind het zelf echt heel erg tof dat ik het ontdekt heb. Want de kleurtjes, amazing. Ik hoop dus dat alles goed heeft gezeten. Maar dat hebben jullie al gezien. Laat dus vooral weten. Geef jij ze een shop of een flop? En waarom? Wat is de reden? Prijs-kwaliteit verhouding, size inclusivity. Let me know in de reacties. Doe natuurlijk ook nog even een duimpje omhoog voor deze video als je hem leuk vond om te zien. En vergeet hieronder niet te abonneren op mijn YouTube kanaal en op het belletje te klikken. Is allemaal gratis. Je helpt mij er heel erg mee. En dan zie ik je gewoon heel erg graag terug bij een volgende video. Doei doei!